Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. En het is een hele andere soort kalender. Meestal richt ik me echt op make-up en zo. Maar dit keer heb ik voor het allereerst een sieraden adventkalender van My Julie. En ik ben Julie. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. En ik ben hier zo benieuwd naar. Ik heb hem gewoon besteld bij hun op de website. En ik ben zo benieuwd. Ik vind dit echt heel leuk dat dit zo eraan hangt. Nogmaals, dit is de eerste keer dat ik zo'n soort kalender unbox. Dus ik heb geen idee wat ik ervan kan verwachten. Ik heb ook op hun website nog nooit iets besteld. Ik ben wel bekend met hun site. Alleen ik persoonlijk heb nog nooit iets besteld. Maar ik heb er wel een klein beetje gescrolld. En ik zag een heleboel leuke sieraden. Dus ik heb goede hoop voor deze kalender. En jullie weten van mij, ik hou van sieraden. Ik draag altijd superveel oorbellen, ringen, kettingen. Van alles. Ik heb super duper veel sieraden. En I love it. Dus we gaan hem vandaag unboxen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze kalender unboxing. Ik zal heel even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb Sweetie Lip Pot loodje op van Morphe. En deze matte liquid lipstick van Pixi in de kleur Posh Nude. En daar overheen deze Make It Big lip gloss ook van Morphe in de kleur Posh Petal. Een hele mooie nude combo. Oké, let's do this. Dit is dan de kalender. Hij was 60 euro. Is niet heel goedkoop. En je hebt 10 vakjes. Dus 10 verschillende sieraden. En je had online 2 opties. Goud of zilver. En ik draag altijd goud. Dus die heb ik ook besteld. En ik had hem ook best wel snel binnen. Echt volgens mij 1 of 2 dagen of zo. Wel echt gewoon heel snel. Nou jongens, ik ben benieuwd. Laten we dit doen. Ik heb ook nog nooit een kalender met slechts 10 dagen unboxed. Maar we will see. Er staat hierop All You Ever Wanted 10 Days of Magical My Jewelry Treats. Nou jongens, ik ben benieuwd. Laten we hem gewoon gaan openmaken. Je hoeft hem niet kapot te maken of zo, want het is echt zo'n doos. Dus je kunt gewoon zo dit eraf halen. Dus dat gaan we even doen. Woe, dit ziet er cute uit. Kijk hoe leuk ze dit hebben gedaan. Nou, ze krijgen echt al 10 punten voor verpakking. Ik vind het echt super duper leuk. Laten we beginnen. Ik ga beginnen met nummer 1. Even kijken. Dat is dit vakje hieronder. Hier staat op 1. Kijk hoe cute. Je kunt ze ook zo ophangen in je kerstboom. Dat vind ik ook heel leuk gedaan. Oké, je moet hem wel echt helemaal zo openmaken. Oké, oorbelletjes. Oh, deze zijn wel heel cute. Kijk, van dit soort hele kleine oorbellen. Ik vind dit wel heel leuk. Dit zijn echt oorbellen die ik echt zou dragen. Zal ik ze gewoon gelijk in doen? Ik ga ze gewoon gelijk in doen. Dit is echt heel cute. Kijk dan. Ook heel leuk voor je tweede gat hier zo. Die heb ik ook. Nou, dit vind ik al heel leuk. Laten we verder gaan met vakje 2. Er staat, by the way, online dat de box een waarde heeft van 150 euro. Oké, waar is 2? Hier is 2. Kijk. Nummer 2. Laten we deze unboxen. Deze is zo rood-oranje. Ze gaan wel echt heel makkelijk open. Dat vind ik wel fijn. Oh, nog meer oorbellen denk ik. Oh nee, armband. Volgens mij is dit een armbandje. A little magic on your wrist. Ja, dit is een klein armbandje. Ik ben niet echt van de armbanden, want ze zijn echt altijd te groot voor mij. Ja, deze is ook weer zo groot. Kan die misschien kleiner worden gemaakt? Nee, volgens mij niet. Of wel? Armbanden zijn echt letterlijk altijd veel te groot, want ik heb echt de meest smalle polsen ever. Dus dat vind ik wel jammer. Als hij kleiner kan worden gemaakt, let me know. Want ik vind hem wel heel leuk. Hij matcht ook heel leuk met deze oorbelletjes. Leuk, maar niet echt mijn ding dus. A few moments later. Oh, wacht. Hij kan kleiner worden gemaakt. Je moet hem gewoon zo hier aan trekken zo. Wacht, dat ga ik doen. Poging 2. Het wil allemaal niet lukken. Laat maar zitten. Ik begrijp er niks van. We gaan verder met nummer 3. Die is zo heel mooi fel roze. Ik vind de kleur echt super duper leuk. Een ring. That one ring you always wear is wat erop staat. Niet echt heel spectaculair, maar wel gewoon cute. Ik ga hem ook gewoon gelijk aandoen. Ringen draag ik wel echt altijd. Oké, ik denk dat ik hem gewoon hier om ga doen. Om mijn middelvinger. Nou, ik vind hem wel heel cute. Hier, deze in het midden. Deze vind ik heel leuk. I like it. Next up is nummer 4. Dat is deze. Ook weer een hele leuke kleur. Ik vind dit allemaal echt te cute, jongens. Oh, ik denk weer oorbelletjes. Ear Party. Ja. Yeah. Super duper leuk. Dit zijn echt oorbellen die ik echt zou dragen. Ik ga ze ook gewoon gelijk in doen. Ik denk dat ik deze die ik al in heb, doe in mijn tweede gat. En dan die in het eerste gat. Dit wordt echt een hele try-on unboxing. Super duper cute. Kijk dit.
Ik vind dit heel erg leuk. Ook hier ben ik heel blij mee. Jee. Oké, waar zijn we gebleven? Volgens mij bij 5. Ja, die heb ik al gelijk hier. Dit is 5. Deze is zo glitterig. Superleuk. Oh, nog meer oorbelletjes. Ik hou van oorbellen. Kijk, zo'n ster. Dit is ook wel cute. Maar ze hebben geen... Ik snap niet. Oké, wacht. Is gewoon een ster en er zit verder niks aan om ze aan te brengen in je oren, zeg maar. Ik snap er niks van. Hoe moet ik ze dan indoen in mijn oor? Wacht, misschien dat er online een uitlegje staat of zo. 15 minutes later. Ik heb het eventjes opgezocht en ik snap het. Ik moet ze zo hier aanhangen. Ik ga stuk. Oké. Nou, dat had ik echt niet bedacht. Dat ga ik even doen dan. Oké, jongens, dit is dan wat je krijgt. Kijk. Ik vind dat wel echt heel leuk. Ik heb nog nooit zoiets gezien wat je echt zo eraan kunt hangen. Of aan een ketting of wat dan ook. Ik moet zeggen, ik vind zo'n ster toch net iets te blij. Ik persoonlijk zou hem gewoon zo dragen zonder die ster. Maar al met al vind ik het wel heel cute. Vooral zo met de feestdagen. Oké, we gaan verder. Volgens mij is dit nou nummer 6. Deze is ook weer zo fel roze. Of is dit 9? Nee, 6. Wat zit hierin? Oh, ik denk... Iets voor je haren. Put your hair up and dance the night away. Ja, dit is een haarelastiekje. Dat had ik hier niet echt in verwacht. Ik vind ook niet dat een haarelastiek hoort in een sieradenkalender. Maar oké, hij is wel leuk om te gebruiken. Ik heb mijn haren vaak vast. Dus ja, deze ga ik gewoon vast wel een keer gebruiken. Jongens, nog 4 te gaan. En hier is nummer 7. Ook zo paars glitterig. Even kijken, volgens mij weer een armband. Ja, ik denk dat dit ook weer gewoon een armband is. Ook zo'n soort touwtje zo. Ik moet toch wel zeggen dat ik van dit soort touwtje armbanden niet echt mooi vind. Is niet echt mijn stijl, maar dat is echt een persoonlijke voorkeur. Deze kan wel kleiner worden gemaakt. Dat vind ik dan wel weer fijn. Zo. En dit is hem dan. Ja, ik vind dit ook allemaal veel te veel en veel te lang. Ja, het is niet echt mijn smaak. Ik vind dit allemaal wel heel cute en leuk gedaan. Maar dit is gewoon too much. Wie wil nou rondlopen met 2 van die slierten hangend aan de pols? Ik denk dat niet veel mensen dat fijn zouden vinden. Maar ja, whatever. Wel heel Ibiza-achtig. Dus als je houdt van die Ibiza-look, dan is dit wel iets voor jou. Dan ga ik verder met... Even kijken, nummer 7. Dat is deze hier. Ook zo felroze. Oh nee, dit is 10. Wacht even. Ik ben in de war. Nummer 8 ben ik nou. Ik ben bij nummer 8. Ik vergeet altijd waar ik ben. Dit is... Oeh, een ketting. Oh, wacht. Ik heb hem nou helemaal in de war gehaald. Oké, dat was misschien niet zo handig. Kijk, met zo'n hartje. Dit is wel echt mijn ding. Ik ga hem ook weer even omdoen. Deze ziet er wel echt heel leuk uit. Heel cute dit. Ja, dit vind ik echt een leuke ketting. I love it. Ik ben er ook over aan het nadenken om ook zo hier een gaatje te laten schieten voor een oorbel. Hier zo eentje. Let me know wat jullie daarvan vinden. Ik denk dat dat wel leuk is. Maar goed, ik vind deze ketting heel erg cute. Even kijken. Dan gaan we naar de ene laatste... Nummer 9. Een armband of zo. Er staat verder niet echt iets op. Maar volgens mij is het gewoon een armbandje. Deze vind ik ook wel cute. Ik ga hem omdoen. Het lukt mij alleen nooit om zoiets om te doen. Hoe doen mensen dit met één hand zo? Oké, het lukt me letterlijk niet om hem om te krijgen met één hand. Ik weet niet hoe mensen dit doen. Maar dit is dan ongeveer hoe het gewoon zou zijn. Heel subtiel, dat vind ik op zich wel mooi. Dat is wel mijn ding. Deze zou ik wel omdoen. Dit vind ik wel heel leuk. En dan de allerlaatste, ook weer felroze, nummer 10. Ik ben weer benieuwd. Oeh, grote oorbellen. Ik zat net te denken, ik vind het wel echt jammer dat er geen grote oorbellen bij zitten. Krijgen we toch grote oorbellen. Deze zien er heel leuk uit. Dit is ook echt mijn ding. Ik ga ze ook eventjes indoen. Ik doe even die ik nou in heb uit. Ja, deze oorbellen vind ik echt heel leuk. Ze zijn echt helemaal mijn stijl. En dan is het klaar, jongens. Hij is helemaal leeg. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de My Jewelry Advent kalender. Wat vonden we ervan? Wat vind ik ervan? Ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Er zitten zeker een aantal sieraden bij die ik zeker zou dragen. Zoals al die oorbellen, deze ring, die ene armband. Er zit ook wat bij wat ik niet zou dragen. Zoals deze elastiek. Vind ik een beetje dom. Deze armband die ik nou om heb, vind ik ook niks. Dus het een en ander vind ik niet zo fijn. Ik vind het ook niet leuk dat ze echt één dag hebben gemaakt.
gemaakt voor alleen zo'n ster. Want dat vind ik meer aanvulling. Dat vind ik niet echt één dag waard. Dus al met al voor 60 euro vind ik hem niet echt waard. Voor dat bedrag denk ik nee. Als het nou 40 euro was, 30 euro, dan had ik hem het wel waard gevonden. Want er zitten wel echt leuke sieraden bij. Ook deze ketting vind ik heel cute. Maar ja, al met al, ik ben blij met een aantal producten. Maar ik vind gewoon de prijs persoonlijk te hoog. Let me know wat jij vindt van de kalender en van alle sieraden beneden in de reacties. Ik ben echt heel benieuwd naar jullie mening over de kalender. En als je hem ook wilt, ik zet een linkje beneden in de beschrijving. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!